Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 november 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Data is zoals altijd Contestia op 355 Hz, maar met 8 tonen in plaats van 2. 8 tonen in plaats van 2. Het eerste onderwerp is 60 meter, CQ 5 MHz. Vorige week en deze week heb ik een paar keer contact gehad met het ministerie van EZ over deze band. Verschillende amateurs vroegen zich af of de band nog wel zou doorgaan nu de WRC 15 bijna voorbij is. En er daar besloten is dat een veel kleinere band dan in Nederland vrij zou komen. Het leek onwaarschijnlijk dat het besluit van eind oktober nog zou worden teruggedraaid, maar ik heb het voor de zekerheid toch even gevraagd. Ik kan melden dat mij verzekerd is dat de band met de 100 kHz grootte inderdaad binnenkort vrijkomt. Besluit voor de wijziging van de regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015, ja zo heet die nou eenmaal, met de nieuwe band erin, moet op het ministerie nog ondertekend worden. Als dat gebeurd is, kan het ook nog kort duren voordat het besluit klaar is voor publicatie in de Staatscourant. Mijn bron bij EZ, die dit soort datums al eerder correct vooraf heeft kunnen melden, zegt dat het zonder enige garantie overigens volgens hem nog 1 of 2 weken gaat duren naar nu voordat de band inderdaad vrij is. Wat de WRC 15 zelf betreft was het begin van deze week nog een ontwikkeling. Het was steeds niet duidelijk wat het voorstel voor satellieten in de 70 centimeter en 2 meter band behelste. Vooral ook omdat ik de details niet kende. Het voorstel voor een toekomstig agendaonderwerp betreft de toewijzing van frequenties nabij de 2 meter en 70 centimeter band. Doel hiervan is om het probleem te verhelpen van het steeds verder toenemende gebruik door niet-amateur nano- en pico-satellieten die meer en meer in en ook buiten de afgesproken satellietgedeelte van deze amateurbanden worden gepland. Gaat hierbij om wetenschappelijke projecten, maar ook om commerciële en militaire projecten die voor een belangrijk deel niet in de amateurband thuis horen. Gisteren na de uitzending meldde zich ook nog een amateur van wie ik de roepnaam nu helaas even vergeten ben. Die kon vertellen dat de NDB-bakers ook hier in Europa en Nederland nog steeds actief zijn. Die kunnen dus nog steeds beluisterd worden. Het is misschien wel leuk om met een nieuwe amateurband in het vooruitzicht wat meer te vertellen over het ontstaan van 5 MHz, de 60 meter band. In eerste instantie was deze band alleen beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Finland, Denemarken, Ierland en IJsland. De band is, we melden dat al eerder, zo interessant vanwege de bijzondere condities. De band is in tegenstelling tot de dichtstbijgelegen amateurbanden 80 en 40 meter in het zonnevlak minimum en maximum zo goed als nooit dicht. En daarnaast zijn er ook meestal zowel lange afstands- als korte afstandsverbindingen mogelijk. Ik ga even met een beschrijving van de gang van zaken in de VS. De historie van de band begint in 2002 toen er voor het eerst serieus gesproken werd over het vrijkomen van deze band voor amateurs in enkele landen. Ik kan de informatie hierover niet zo snel meer op internet vinden, dus ik moet het vanuit mijn geheugen doen. Maar in het voorjaar van 2003 zou er een 5 MHz band komen in de VS met zo'n 150 kHz bandbreedte. Alles was al gepubliceerd en het leek zeker, maar slechts 3 weken voordat de band beschikbaar kwam, of zou komen, gaf vervolgens de primaire gebruiker te kennen dat ze hadden zitten slapen en dat wat hen betreft van een amateurband hoe dan ook geen sprake zou kunnen zijn. Vervolgens zei de FCC dat ze niet met lege handen konden staan bij de toezeggingen die ze al aan de amateurs gedaan hadden. En vervolgens kwam er het voorstel van 5 kanalen met maximaal 50 watt hoogfrequent en alleen upper sidebent. USB in een band waar amateurs normaal LSB zouden gebruiken is bedoeld zodat de primaire gebruiker met hun apparatuur met de amateurs konden meeluisteren en zo konden vaststellen of er hinder was. Als dat het geval was, zouden de amateurs de 5 kanalen direct weer verliezen. Voordien was er 1 frequentie die in veel Amerikaanse amateurapparaten al voorkwam, de zogenaamde Alaskan Emergency Frequency op 5,1675 MHz. Deze frequentie mag ook zonder amateurvergunning gebruikt worden en is bestemd voor noodverkeer in de staat Alaska of niet verder dan 92,6 kilometer, oftewel 50 zeemijlen, bij die staat vandaan. Maximaal zendvermogen is 150 watt. Ik heb niet kunnen vinden hoe lang deze frequentie voor dit doel al gebruikt mag worden, maar het was lang voordat er sprake was van een 60 meter band. Sets als de FT950, FT897, 817 zijn apparaten waarvan ik weet dat ze in de USA-configuratie op deze frequentie kunnen zenden en ontvangen. Tot zover voor nu het verhaal over 60 meter. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.